jeugdzaken of de lotgevallen van Martine Land. Een hoorspelserie van James Lee, vertaling Ria Lee Lohuizen. Regie Ad Leupler. Zevende deel. Proberen. De jek, zakken van je broek, hemd, kom, pruik, alles, kom. Ja, dat is allemaal van mij, dit spul, man. Kijk dan zelf. Ik heb niks beters te doen dan kleine jongetjes achterna zitten. Ik zag je achterwerk uit je Renault steken. Is die Renault van jou? Welke Renault? Dat blauwe viertje daar, met kernwapens, nee dank u erop. Ja, dat is alles wat ik in mijn zakken heb. Ja, ik had het over dat Renaultje. Dat raampje stond open, ik wilde het dicht doen. Het bleef steken. Het is een goede daad, ben je bij de padvinderij soms? Is dat je padvindersmes? Laat eens kijken. Zeg, mag ik opstaan? Die steen is een haar. Nee, ik zal je wel zeggen wanneer je kunt opstaan. Kom, dat mes. Maar kom, wat koud, man. Laat me wel opstaan, oké? Ik weet dat je harder kan rennen dan ik. Waarom rende je dan eigenlijk weg? Als je alleen maar dat raampje dicht wil doen. Ja, als er een grote vet achter me aankomt, ren ik altijd weg, man. Dan lopen een heleboel rare idioten op straat rond. Heb je dat nu niet gemerkt? Laat me die aansteker eens zien. Wat een mooie, hè? Mag ik mijn mes terug? Nee, niet. Aansteker. Kom, kom. Zo, dat is ook niet zomaar een wegwerpding. Is dat echt zilver? Ik heb een verjaardag gekregen van mijn moeder. Je hebt alleen geen cheque voor sigaretten. Waar gebruik je dit ding dan voor? Rook je soms een pijp? Zeg, ben je directief, hè? Ben je aan de spuit? Nee, dat ben ik niet. En waarom heb je niet geroepen dat je agent was of zo? Dan was het niet weggerend. Zo hoort dat toch? Dan was ik blijven staan natuurlijk. Ja, oké, sta maar op, joh. Vooruit. En probeer niet weg te rennen. Naar het bureau. Eerst eens eventjes kijken of we de eigenaar van het Renaultje kunnen vinden. Als ik die stomme sticker achter op die auto had zien zitten, had ik nooit geprobeerd om te helpen. Zo? Waarom niet? Ben je soms voor kernwapens? Snelle uitweg, moet je toegeven. Ja, misschien wel. Als je naar een uitweg zoekt tenminste. Ah, nee man, het gaat over dat soort mensen die zo'n sticker op een auto plakken. Universiteitsmensen. Nee. Waarom gaan we niet gewoon naar het bureau? Het is vlugger dan dit. Nee, eventjes hier proberen. Dag mevrouw. Dag. Ik ben van de politie. Bent u de eigenaar van die blauwe Renault daar aan de overkant? Die Renault 4, 50 NV34? Ja, is er wat mee? Kunt u mij zeggen of u hem op slot had gedaan? En of u het raampje rechtsvoor had opengelaten? Is hij beschadigd? Heeft iemand hem gestolen of zo? Nee, maar had u hem op slot gedaan? Oh, dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet, meestal neem ik de moeite niet. Niemand zal dat ding toch stelen, hij is 6 jaar. En het raampje? Het lijkt me nog wel koud met het raampje open. Oh, sorry. Dat zou ik niet kunnen zeggen hoor, ik weet het niet. Ik heb het liever koud dan benauwd. Oh. U bedoelt dus dat u het raampje waarschijnlijk open heeft gelaten? Het is mogelijk. Wat zou dat als de auto er nog is? Is dit uw aansteker, mevrouw? Waar heeft u die gevonden? Ik liep hier langs. Ik zag toevallig deze jonge man in uw auto. Hij rende weg, maar ik heb hem ingehaald. En hij had deze aansteker op zak. Oh. Nou, nee hoor. Nee, ik heb hem nooit eerder gezien. Nee. Herkende u deze aansteker dan niet zo net? Nee, ik dacht er net over om er zo eentje voor mijn vader te kopen voor zijn verjaardag. Ja. U weet zeker dat die niet van u is? Ja, hij is niet van mij. Nee. Is het mogelijk dat iemand anders hem in uw handschoenenvakje heeft laten liggen? Nee hoor, ik weet zeker van niet. Ik kan niet tegen sigaretten roken als ik rijd. Daarom houdt u de raampjes open. Ja, precies. En dit mes? Is dat van u? Het is een padvindersmes. Ja, zou kunnen. Mes van u? Zie ik eruit als een padvinder? Nou, nee, mevrouw. En ik ben ook geen mevrouw als u het niet erg vindt. Ik heet Ineke. En ik hou er niet van om mevrouw genoemd te worden. Sorry, man. Zeg het nou niet weer. Ik wou het weer zeggen, hè? Dat is programmering. Dat is sociale conditionering. Dat is hetzelfde als brainwashing. Ja, we houden er niet van om toe te kijken wanneer er iemand in auto's inbreekt. Madame. Madame? Dat vind ik nog erger dan mevrouw. Sorry. Nou, misschien is het nodig dat de politie is. Hoewel ik er zelf niet zo van overtuigd ben, hoor. Maar... als hij er nou moet zijn, hè, dan zou je toch denken dat we er druk mee zouden hebben om het echte kwaad uit de wereld te helpen. Hè, en niet met het achterna zitten van argeloze kinderen op straat. Zeg, moet ik hier blijven staan terwijl jullie aan het pletsen zijn? Ik veronderstel dat je gearresteerd bent. Hij is niet gearresteerd. Oh, dus ik hoef niet mee naar het bureau. Geen procesverbaal.
Jij kent de hele gang van zaken, hè? Je moet jezelf weer beschermen als je niet sterk bent. Zo zit dat. Ja. Schiet maar op, verdwijn maar. En blijf met je poten van de geparkeerde auto's af, ja? Volgende keer herken ik je zeker. Wat een geïntimideerd. Het verbaast me niks dat de politie zo'n slecht image heeft. Ik dacht dat jullie er waren om burgers te beschermen. Oh, je hebt mijn spullen nog. Jouw spullen? Ja, die zijn toch van mij? Je bedoelt, dat is toch uitgezocht? Ja. Het was jouw aansteker, hè? Nou, laten we zeggen dat als het zo was, dan had ik het niet toegegeven. Ja, dat dacht ik al. Maar ik heb geen dienst vandaag, dus ik praat als burger. Wat? Je bent een aardig meisje, waarschijnlijk zeer pinter, maar je gebruikt je hersens wel op een tamelijk contraproductieve manier. En wat? Een aardig meisje, zei je? Goh, wat aardig. Ik bedoel, goh, wat leuk. Zo'n compliment, zeg. En dat van een ontwikkeld persoon ook nog. Oh, politieagenten moeten toch de lagere school afmaken, hè? Of moeten ze ook MAVO hebben? Je zei contraproductief. Oh, dat moet je toch ergens gelezen hebben, hè? Contraproductief. Nou. Dat geldt ook voor je sarcasme. Contraproductief. En pubers betrappen zeker productief. Soms wel een beetje, ja. Zoals wanneer ze inbreken in auto's en de dingen uitjatten. Dingen. Dingen, ja. Ik heb wel door hoe je argumenteert. Je pikt er een woord uit en dan zeg je het op een sarcastische manier nog een paar keertje na. Als je dat nou discussiëren noemt. Sorry? Was we er niet van bewust dat we een serieuze discussie hadden? Geef niet. Je hebt ook je principes, hè? Laat die aansteker maar gaan, joh. Niet de moeite waard om er een jongen voor te arresteren. Dat is fout. Maar ja, het is wel gul. Ik vind het wel leuk. Ja, echt waar. Sorry, ik werd kwaad van dat aardig meisje. Oeh, dat is zo'n cliché, bah. Het is grappig, weet je, maar die jongen die jouw aansteker heeft gestolen zojuist, die heeft je al getypeerd, hoor, door die sticker op je auto. Of universiteitsmensen, zei hij. Nog zo'n cliché. Oh. Ik heb een vreselijke hekel aan dat hele klasse- en statusgedoe. Ja, maar getypeerd had hij je. Hij mocht je helemaal niet. Jezus, ik ben toch niet rijk? Het gaat toch niet alleen om geld? Je hebt een auto. Dit huis van jou. Ja, en van nog 3 andere mensen. Zo. Allemaal vrouwen? Zeg, hou je een enquête of zo? Nee, het zijn allemaal mannen. Allemaal mannelijke prostituees die voor mij werken. Ik ben een pooier. Bijna gediplomeerd. Pooister. Geen seksistische etiket, alsjeblieft. Het is er van onze discussie terechtgekomen. Laten vallen, wegens gebrek aan interesse. Nou, dat heb je niet over mij. Ik ben best geïnteresseerd. Ja, dat heb ik gemerkt. Maar ik wil nog werken vandaag. Andere keer dan? Oh. Ik weet het niet. Waarom? Omdat je ook eens met mensen van een andere sociale klasse zou moeten omgaan, daar leer je het van. Hoe heet je? Roelof Sikkens. Oh. Roelof heb ik altijd aan... grappige naam gevonden. Klinkt een beetje Russisch. Het is gewoon Grunnings, hoor. Geef me je telefoonnummer. Oh, maar nou gaat u toch te ver, meneer. 2682-09. Ik heb het. Is dat een trucje van detectives? Het staat je hoofd leren van telefoonnummers. Ik ben helemaal geen detective. Oh, wat dan? Jeugdafdeling. Vooral de jongens smeren ze. Nee, zeden en kinderpolitie. Heel interessant, hoor. Ja, dat zal best. Nou, ik ga aan het werk. Prettig kennis te maken, hè. Dag. Oh, kijk. Ik wil er al even de tijd over hebben, maar nou is het menens geworden. De afdelingen moeten allemaal wat mensen opofferen voor een pool. Waaruit wordt geput wanneer dat nodig is. Er worden geen nieuwe agenten meer aangenomen. Als er iemand met pensioen gaat, dan wordt dat gat opgevuld met iemand uit de pool, zoiets. Wat is onze bijdrage? Het kan niet meer dan 1 persoon zijn, hè? We hoefden niet zo lang over te mediteren wie dat zijn zal, hè? Menelam. Ja, die moet het zijn. Ik zie er niet bepaald naar uit om het hem te vertellen. Ik hoor hem nou al. Oh, je wilde me toch al lang kwijt? Heb je een manier gevonden, enzovoort, enzovoort. Tomme, we zullen het druk krijgen. We hebben het al 150% te druk. Ach, de HC kan er ook niks aan doen. Hij staat zelf onder druk. Bij verkeer hebben ze veel te veel mensen, weet iedereen. Kom nou, wat zou je anders verwachten, meid? Blok is door en door een verkeersmannetje. Zit in zijn bloed. En daarom hoef ik het nog niet leuk te vinden. Ik zie Menno nou al voor me. Regen en sneeuw op een fluitje blazen tot hij barst. Ja, en de stapels papieren die hij volschrijft, zal hij zelfs bij Joop Sluiter succes mee hebben. Ja. Ah. Hallo, Geert. Oh.
Jij bent zeker aan vakantie toe, jongen. Als je ook al op je vrije dag komt opdagen. Wel, nee, ik had gewoon zin, weet je, wat te doen. Hm? De energie moest opdaagd worden, weet je wel. Ja, en de Toto gewoon of zoiets? Ja, hoe bedoel je? Nee, maar ik was in de buurt en ik dacht, laat ik eens kijken of ze hulp kunnen gebruiken. Ga maar bij je moeder op bezoek, jongen. Breng er een eigen bakje bij de koffie, zal het goed doen. Ja, misschien wel. Zeg, jullie weten zeker dat je me hier niet nodig hebt? Ah, wij zitten hier lekker op ons gemak leugens te verzinnen die we moeten vertellen om jou bevorderd te krijgen. En laat ons maar met rust, weet je. We krijgen het allemaal trouwens druk genoeg binnenkort. Ja, dat is mooi. Dat is prima. Zoiets met je dan? De jongen zit eruit of hier door een bus is overrijden en het niet gemerkt heeft. Zeg, Martine, mag ik je telefoon in gebruiken? Mijn telefoon? Wat is er zo bijzonder aan mijn telefoon? Ga je gang, hoor. Ach, bedankt. Aha. Zo mysterieus is hem ook weer niet. Ik dacht dat hij nooit iemand tegen het lijf zou lopen. Klinkt net als zijn moeder. Oh, alsjeblieft, geen grote zusjes mee. Nou moeten we niks zeggen als hij terugkomt. Ik op je geen. Ik zal wat leuk saai typewerk voor hem opzoeken. Zijn zoon van hem af. Ja. Zeg, Geer. Wil jij iets voor me doen? Nou, misschien, als het niet al te onredelijk is. Nou, laat mij dan vandaag voor jou werken en jij voor mij morgen. Geen sprake van. Ik ben hier nou 2:11. Alleen vanmiddag, Tom? Ik kan je niet van dienst zijn. Maar als jij zaterdag voor me wil werken... Ah, ja, goed, afgesproken. Bedankt, hè. Jongens, daar. Ik voel me 80 jaar oud. Jonge liefde, God almachtig. Dat heeft op mij juist het effect dat ik me jong Hé, dus hij werkt voor jou op kerstmis? Zaterdag. Oh ja, ja. Meestal de rustigste dag van het jaar. Ach, kerstmis betekent niet zoveel meer voor me. Mijn familie is ook niet zo'n belangrijke feestdag. Ja, ik ben er al 2 keer geweest deze maand. Denk jij dat Roelof zich realiseerde dat het de eerste kerstdag was? Nou ja, ik maak me er geen zorgen over. Waar ik me zorgen over maak is hoe we dit bureau met 4 mensen zullen moeten runnen. Minder tijd per kind, ja. Eenvoudig rekenen. Ja, hup, seponier of pakket. Wat de HC graag zou willen is dat we met het sociale werk ophouden, heb ik hem zelf horen zeggen. Tegen mij heeft u dat nooit recht in mijn gezicht gezegd. Maar dat zal inderdaad wel in dat verkeershoofd van hem rondspoken, samen met zijn gebakjes en de kont van Anouk. Alleen maar strafbare delicten. De weglopers geven meteen door aan het jak en mishandelde kinderen gaan naar de raad. Hup. Zou ik verdomme nog liever eerst zelf het verkeer gaan regelen? Zeg, als ik vraag mag, heb jij het verkeer wel eens geregeld? Nee, dat heb ik niet. Ach, nee, natuurlijk niet. Ben je veel te aardig voor? Een jeugdzaak met Alma. Ja, sorry, met wie? Oh, het is voor jou. Oh. Een heer die zichzelf beschrijft als een Belgische collega. Hallo, met Lan. Hoe staat het leven? Oh. Nou, neem niet kwalijk, ik was er zeker van dat we elkaar pitoneerden. Oké, doen we dan weer. Nee, wat dan? God, allemachtig, neem niks van goed. En de vriend die Bork nog wat? Ja, ze veel te gladde vent om zich te laten pakken. Ja, ik weet zeker dat je daar gelijk in hebt. Zodat het meisje het niet te weten zou komen. Ja, ik zie er af en toe. En geen nieuws over Nico dus? Weet je beter dan niet, maar mevrouw is ook wel in staat om in de problemen te raken zonder hem. Ja, ik vind het ook leuk om weer eens met jou te praten. Nee, die avond niet, maar heeft wel wat later gebeld, ja. Nee, nog niet. Ik verwacht hem wel, ja. Nou, dan zal ik moeten beslissen of ik het wel of niet aan Melanie vertel dat haar moeder in de gevangenis zit. Ja, dat neem ik wel aan. Nou, ook het beste met jou. Goed, dat doen we. Dag. Collega. Was dat die zwierige rechercheur die hier laatste bezoek was? Die was het, ja. Ik had de indruk dat hij je nogal graag mocht. Jij had ook bij de recherche moeten gaan, Geert. Nee, niks voor mij. Ik doe alleen maar goed. Ja, nou, ik ga naar de HC om te zien of hij voor ons wat goeds kan doen. Wees niet teleurgesteld als ik je niet lukt. Als ik daar zin in heb, dan ben ik wel teleurgesteld. Nou, tot straks, hè? Ja. Natuurlijk kan ik de tijd vinden, Martine. Ik kan er altijd de tijd voor vinden om met mijn mooiste bureauchef te spreken. Ga zitten, kind, ga zitten. Ja, ga maar in deze gemakkelijke stoel zitten. Goed zo.
Zo, ja. Nou, wat kan ik voor je doen? Nou, hoofdcommissaris, het gaat hierover. Oh, een ogenblikje. Zullen we er een kopje koffie bij nemen? Huh? Goed zo, goed zo. Anouk, tweemaal koffie alsjeblieft. Met koek, hoofdcommissaris? Ja, met koek. Natuurlijk met koek. Ja, die koopt ze er zelf bij, Martine. Dat zou ik mezelf nooit veroorloven, maar die Anouk zorgt heel goed voor me. Ah, daar is ze al. Liefde inspecteur, suiker en melk? Geen suiker, geen melk. Dankjewel, schat. Oh, dankjewel. Ook geen koek. Heeft u nog iets nodig, hoofdcommissaris? Op het ogenblik niet, Anouk. Ja, zie je nou, Martine, alle comfort van thuis. Hè? Ja, ik ben ook niet van beton, weet je. Hoofdcommissaris, ja? Ik kan het op mijn bureau nauwelijks redden met 5 man personeel. Laat staan met 4. Met 4 wordt het onmogelijk. Een ogenblikje, zeg. Onmogelijk is een woordje dat we nooit moeten gebruiken. Moeilijk nog? Nou ja, misschien wel, maar onmogelijk? Onmogelijk niet, alsjeblieft. Ik zal niet ontkennen dat het moeilijke tijden zijn tegenwoordig. De problemen worden steeds groter en wij worden maar steeds ouder. En wij maar steeds ouder. Ik heb 10 mensen nodig, of een dozijn. Wordt er nou werkelijk van mij verwacht dat ik het met 4 aan zou kunnen? Ik ben bang van wel, Martine. Maar kijk, nu heb je de kans om van Smit af te komen. Hè? Die geeft toch veel meer problemen dan hij waard is. Ja, Menno is niet volmaakt, maar hij is een stuk beter dan niks. Maar zie je, als je echt extra krachten nodig hebt, nou dan kunnen we je die wel geven uit de nieuwe pool. Ja, de effectiviteit wordt hierdoor verhoogd. Wacht maar eens af, door het hele korps heen. Martine, als we geen extra personeel kunnen aannemen, dan moeten we beter gebruik maken van het personeel dat we al hebben. Vertelt u me dan eens, hoofdcommissaris, hoe ik mensen uit die pool moet krijgen? Nou, je stuurt mij een expressebriefje waarin wordt uitgelegd wat je nodig hebt en waarom. Maar maak het wel overtuigend, wil je, want al die andere bureauchefs doen dat ook. Dan neem ik een beslissing en dan geef ik per week tegelijk de opdrachten op de vergadering van maandag. Hoofdcommissaris, heeft u dat briefje al gelezen dat ik u in oktober heb gestuurd? Zeg, Martine, nou moet je niet op mijn tenen gaan staan, wil je? Natuurlijk heb ik dat gelezen. Ik heb ieder woord nauwkeurig doorgenomen en overwogen. Ik weet hoe ik mijn werk moet doen, meisje. Maar het heeft u niet overtuigd. Nog meer koffie, hoofdcommissaris? Je laat je koffie koud worden, Martine. Ja. Ja, schat, geef mij nog maar wat, hoor. Alsjeblieft. Ja, dank je. 2,5 schepjes. Dank je, schat. Nee, serieus, Martine. Ik heb alles in dat briefje doorgenomen. Maar we hebben het allemaal zo druk gehad dat ik nog geen kans heb gezien je te laten weten wat ik ervan denk. Ik respecteer je professionele inzet, Martine. En ik vind je persoonlijk erg aardig. Maar soms denk ik dat je, nou ja, hoe zal ik het zeggen, dat je uit het oog verliest wat de functie van de politie werkelijk is. Er bestaan uiteindelijk instanties die ervoor zorgen dat de hulpbehoevende kinderen geholpen worden. Ja, hoofdcommissaris, daar heeft u al vaker op gewezen, zou ik denken. En zie je, Martine, als je een functie gaat dupliceren, is dat de vijand van de efficiency. De vijand van de efficiency, ja. Ja, hoofdcommissaris. Nou, bedankt voor uw tijd. Welkom, Martine, wanneer dan ook. Mijn deur staat altijd voor je open. Bedankt voor de koffie. Nou, geen dank. Dag, inspecteur. Dag, verder. Oh, jeetje. Heeft de inspecteur haar zin niet gekregen? Wat jammer toch. Anoukje. Heb jij voor mij nog wat boter voor deze koek? Kom maar aan, hoofdcommissaris. Ik ben hier alleen, Joris. Martine bij de HC. Zodra ze terug is, komt een van ons al. Ja. En met wie heb je nog meer gesproken, behalve de ouders? Had het meisje nog vriendinnen? Dat moet toch wel? Enig kind. Ach, god ja. Vreselijk. Nou goed, we laten gauw iets van ons horen. Ja. Ach, god, ach, god. Nou, Martine. Ik heb net Joris Elberts aan de lijn gehad. Een meisje gewurgd in de hoogte gevonden. Bij het sportpark in de buurt. 16 jaar oud. Jezus.
Wou hij ons dat alleen laten weten of jullie wel? Hij wil dat een van ons een vriendinnetje van daaronder vraagt. Heeft hij zelf niet genoeg personeel? Maar hij had het steeds over ons buitengewone begrip voor jonge mensen enzovoort. En al zijn mensen zijn al met de zaak bezig. Ja, als we het niet doen, dan probeert hij ons in te schakelen via de hoofdcommissaris natuurlijk. Nou, ik zal maar even gaan. Ja, ik wil het wel doen. Nee, let jij maar op de winkel hier. Zeg, je kan Menno bellen als je iemand anders nodig hebt. Mm. Als het langer duurt dan vandaag, dan laat ik het je wel weten. Right. In dit soort gevallen is het meestal zo dat we het binnen een dag oplossen, of anders kan het een hele tijd gaan duren. Mm-hmm. Een vriendje of zo, iemand waarvan het wat dik bovenop ligt, zo gepiept denk ik. Maar als het zo'n geval zonder duidelijk motief is, als het gedaan is door een of andere pathologische klootzak, ja, God mag het weten dan. Hebben de ouders iets gezegd over een vriendje? Haar moeder zei dat Gree misschien wat jongens uit haar klas kende, maar absoluut geen vriendje had. Greet ze zeker. Margreet van Lemmer zat op het dokter Mekkering College. Derde klas MAVO. Ze was niet toevallig zwanger? Nee, niet. Zodat je het kon zien. Maar het medische rapport is nog niet binnen, dat komt zo. En de namen en adressen van de klasgenoten. Maar ik heb het gevoel dat wie het gedaan heeft hier ieder moment binnen kan komen lopen om zich aan te geven. Of dat er gebeld wordt. 5:45 vanochtend is het gebeurd. Hebben de ouders er niet gemist vannacht? Haar moeder zei dat ze op de gewone tijd naar bed is gegaan, hoewel het vakantie is. De ouders zijn goed naar bed gegaan. De vader werkt bij de spoorwegen en die was al om 4:30 op. Oh, dus is er stiekem dus uitgeknepen om een jongen te ontmoeten? Dat moet haast wel. Wat zou het anders kunnen zijn? Geen sporen van verkrachting? Niet duidelijk in ieder geval. Het zag eruit dat ze netjes en snel verwerkt is. De man die haar heeft gevonden, was zijn hond aan het uitlaten. Ik dacht eerst dat ze sliep. Dat ze sliep? Om 5:45 buiten op het gras, terwijl het vannacht 4 graden gevroren heeft. Hij beschreef alleen maar hoe ze eruit zag. Was een man alleen? Niet verdacht. Hij is naar het dichtbijzijnde huis gerend om ons te waarschuwen. Hij was de hele nacht thuis, bij moeder en vrouw. Oh, en ik moet met de vrienden en kennissen praten. Fijn dat je zelf gekomen bent, Martine. Ja, voordat u me had ontboden via de HC. Oh, je weet ook wel dat je bij ons kunt aankloppen wanneer het nodig is. We moeten elkaar deze dagen uit de nood helpen. Hoeveel mensen moeten jullie bijdragen aan de pool van de HC? 3. Of onmogelijk. Onmogelijk moet je nooit zeggen. Denk je, de moeder van Gree zei dat jij de beste vriendin bent. Is dat zo? Ja. Ja. Het is zo moeilijk om erover te praten, hè? Ja, het zou toch moeten. Jij stond op intieme voet met Gree. Had ze nog andere goede vriendinnen, behalve jou? Niet dat ik weet, nee. Kijk, wij waren eigenlijk allebei alleen, maar wel samen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb ook niet veel vrienden. Ja, ik begrijp het. Is ze echt vermoord, mevrouw? Dat zei die agent, maar ik dacht misschien dat het een ongeluk was. Nee, het was geen ongeluk. Heb je enig idee wie zoiets gedaan zou kunnen hebben? Nee. Gree's moeder vertelde ons dat Gree geen vrienden had. Was dat zo? Vrienden? Nou ja, een vriendje. Dat is niet zo raar als een 16-jarig meisje een vriendje heeft of zelfs een paar vriendjes. Ja, maar ze mocht van de moeder niet met jongens omgaan. Klaagde Gree wel eens over de moeder dat ze streng was? Nou, dat wil ik liever niet over mevrouw Lemmen zeggen. Die voelt zich nou toch al rot genoeg. Ja, tegen mij kun je het wel zeggen. Ik zal het heus niet verder vertellen. Nou ja, misschien ja, soms wel. Maar je kunt het niet echt klagen noemen, hoor. Maar heel triest eigenlijk. Ze was over het algemeen genomen heel rustig. En waren de jongens die ze wel leuk vond of waar ze verliefd op was? Dat overkomt rustige meisjes ook. Nou, nee. Ja, ik bedoel, zelfs al kwam er verder niets van. Ja, ze vond dat het stom was om jongens gek te zijn. Hmm. Misschien had haar moeder dat verteld. Misschien is dat wel waar ook. Wat vind jij daarvan? Ja, het zal wel. Ik vind niet alle jongens vervelend of zoiets. Deuntje, weet jij iemand, wie dan ook, die dit met Gree gedaan zou kunnen hebben? Denk er rustig even over na. Nee. Kijk,
Zelfs al was er iemand op wie ze misschien zou vallen, dan nog zou ze nooit een woord mee gewisseld hebben. Dat weet ik zeker. Weet u, ik denk eigenlijk dat ze een of andere maniak of slaaf is tegengekomen. U weet wel, iemand die dan buiten zijn zinnen is en... Ja, want wie zou anders zoiets doen, hè? Nee, weet je, ik probeer alleen maar een beetje te begrijpen wat voor persoon gegevens. Begrijp? Hoe lang kende jij? Sinds de brugklas. We hebben niet op dezelfde lagere school gezeten. En jij wil zeggen dat ze in die 3 jaar of 4 jaar nog nooit een vriendje heeft gehad? Op school niet, nergens? Nee, echt niet. Weet je, Teuntje, alleen omdat iemand misschien 2 woorden met haar heeft gewisseld, dat wil nog niet zeggen dat wij hem ervan verdenken haar vermoord te hebben. Het is mijn werk om met jonge mensen te praten. Ik ben van de jeugdafdeling. Ik ben geen detective. Ja, dat weet ik wel, mevrouw. Ik probeer er alleen maar achter te komen wat voor soort meisje ze was, hoe de leven in elkaar zat, wie de vrienden waren of vijanden, als ze die had. En wie was nou degene op wie ze viel? Ja, ik begrijp wel wat u zegt, hoor, maar... Kijk, ik kan toch niet zomaar iemands naam gaan geven? Iemand die ik niet ken en waarvan ik ook zeker weet dat gij hem niet kent. Ja? Bent heel aardig, maar... God, politie is toch politie en niemand vindt het leuk om politie aan de deur te krijgen. Ja, maar doet niemand kwaad om een paar vragen van de politie te beantwoorden, Teuntje, dat staat vast. Nou, dus over wie heb je... Alsjeblieft, mevrouw. Ik geef nooit 1 woord tegen hem gezegd. Echt niet, dat weet ik zeker. Ja, maar dan kan ik toch gewoon zeggen, sorry, maar ik kende het helemaal niet. Oké, hoe heet hij? Zegt hij tegen hem dat ik het gezegd heb? Als hij er niks mee te maken heeft, kan hem dat niks schelen. En hij kent jou ook niet, dacht ik dat je zei. Nee, dat staat vast. Hij kent me niet. Wie is het? Ja. Hij heet Wim. Wim. Ja. Wim de Visser. Maar ze kende hem echt niet, hoor. Oké. Wim de Visser. En zit hij ook op de Dr. Mekkeringschool? Ja, maar niet echt. Hij zit op het VWO. God, hij wist helemaal niet dat Greet stond. Maar ze was wel een beetje verliefd op hem en ze heeft daar met jou over gesproken. Ja, maar dat heeft me even geduurd. Het was verleden voorjaar. En toen was het niet... Ja, nou ja, zoals je doet als je verliefd bent. Wat voor jongen is het? Oh, ze is een serieus type. Leest boeken en zo. Een bril, nogal lang, dun. Er is niks speciaals aan hem. Ja, ik denk niet zo sociaal, maar... Maar ik begrijp wel dat zij zich tot hem aangetrokken voelde, hoor. Het is meer een soort van jongen dat de moeder wel aardig zou vinden. Ja, ja. Stabiel en serieus. Hij zal een dokter worden of zo, of een of andere grote zaak opzetten. En hoe wist gij zoveel van hem af als ze nooit met hem gesproken heeft? Ja. Ja, dat weet ik niet. Nou, je kon het eigenlijk wel aan hem zien. Altijd alleen. Ik ben er een paar keer met hem naartoe geweest. Hè? Ja, alleen maar om naar hem te kijken. Stom, hè? Maar het ging over, die verliefdheid van haar. Dacht je dat? Nou, we hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel over gesproken. Eigenlijk zou ik zijn naam niet eens geweten hebben, maar... Gij vond hem zo... Speciaal? Ja. Maar hoe wist zij zijn naam, als ze hem nooit had ontmoet? Ja, dat zal ze wel aan iemand gevraagd hebben. Jij weet echt zeker dat ze hem nooit ontmoet heeft? Ja. Nee, want dan zou ze het aan mij verteld hebben. Dat weet ik zeker. Ja. En zat ze op een of andere club? Was ze lid van een kerk? Nou, ze zit op dezelfde zwemclub als ik, maar zij ging haast nooit. Ze was nogal verlegen in een badpak. Neem me kwalijk. Met lamp. Ah, hoi. Oh ja. Oké, bedankt. Nou. Je weet zeker dat gij niets met jongens te maken heeft gehad? Echt waar, mevrouw. Heel zeker. Maar het was wel zo, Teuntje. Ze was 2 tot 3 maanden zwanger. Kan niet. Ik weet het zeker. Ze heeft het nooit aan mij verteld. Weet je dat
zeker, mevrouw. Er is geen twijfel aan. Mevrouw, hoef ik niet naar huis? Hebben ze naam? Wim de Visser. Kijk maar op de leerlingenlijst van het dokter Mekkering College. Zou je dat zelf willen doen? We hebben overigens haar fiets daar gevonden. Haar ouders hadden nog niet gemerkt dat die weg was. Dat is gek. Dat was vlak bij haar huis. Ze had kunnen lopen. Dat is helemaal niet gek. Misschien had ze wel haast. Ja. Misschien dacht ze dat ze verder moest. Maar in ieder geval is dat het enige wat we tot nog toe hebben. Niemand heeft haar gezien. Iedereen sliep. Ah. De dokter zei dat het tussen gisteravond en vanmorgen gebeurd is. Tussen middernacht en 3 uur zal het wel geweest zijn, zei hij. Ja. Ze is er dus uitgegaan om iemand te ontmoeten. Dat was hij. Ga jij even kijken of het die de visser is geweest? Hm? Nee, niet alleen, bedankt. Sorry, maar ik heb niemand die nu met je meekomt. Nou, dan wacht ik wel dat het wel zo is. Ik heb gezegd dat ik wel met minderjarigen zou praten, maar niet dat ik achter iemand aan zou gaan die verdacht wordt van moord. Zeker niet alleen. Wie zegt dat die verdacht wordt? Ik. Ik zou zelf wel met je meegaan, maar ik moet hier blijven. Ik wacht boven dan. Nou, goed dan. Sorry. Dan gaan we wel met mijn auto. Kom op. Ja? Goedemiddag mevrouw, ik ben van de gemeente. U bent mevrouw de Visser? Dat ben ik, ja. Mm-hmm. De gemeente? Ja mevrouw, is uw zoon Wim thuis misschien? Nee, ja, gewoonlijk is hij om deze tijd wel thuis. Heeft dat met school te maken? Ja, met een klasgenote van hem. Nou, hij werkt ontzettend hard, hij wil graag biologie studeren. Maar vandaag is hij gaan wandelen. En nou, daar ben ik wel blij om hoor. Want het is prima om te studeren, maar soms overdrijft hij het een beetje. Ja, en wanneer verwacht u hem thuis? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. De lunch slaat hij vaak over. Ja, misschien 's avonds, hè, vanavond, dan eten we warm. Maar kan ik u misschien helpen? Nee, dank u mevrouw. Ik spreek hem later wel of ik bel even op. Kan ik hem zeggen waar het over gaat? Nee mevrouw, het is niet nodig. Dank u wel. Oh, goed. En goedemiddag. Niet thuis. Eentje wandelen. Eentje wandelen? Mm-hmm. Alleen? Ik weet niet. Studiebol. Altijd met zijn neus in de boeken. Blijf jij in ieder geval hier. Ik moet terug naar het bureau. Ik stuur wel iemand zodra het me lukt. Nee. Zijn moeder is thuis. Er kan niets gebeuren als zijn moeder ook thuis Daar is. Daar gaat het niet om. Ik ben gewoon niet geschikt voor dit soort werk. Als je deze jongen wil vangen met een vrouw, stuur er dan jook een musman op af. Mij niet. Wat is er verdomme aan de hand met jou? Jij hebt zelf de naam van die jongen uit dat meisje gekregen en nou wil je niet zelf achter de voornaamste verdachte aan. Als hij het gedaan heeft, dan wil ik niet de aardige dame van de kinderpolitie zijn die een bekentenis afdwingt. En als u er een schandaal van wil maken, dan moet u dat weten, commissaris. Je hoeft er niet zo emotioneel over te doen. Ik vind het alleen niet zo erg beroeps, hè. Ik heb gedaan wat ik zei dat ik zou doen. Recherche is mijn beroep niet. Ik wil niet met de eer gaan strijken, dat mag u gerust doen. Dit is verdomme de laatste keer dat ik jouw hulp inroep. Hé, hey. Kijk daar eens bij die blauwe bus. Zou hem kunnen zijn, hè? Hij komt deze kant op in ieder geval. Groot daar wel, hij neemt er wel de tijd voor. Gewoon geen haast? Nou, ik ook niet. Heeft u er plezier in om die jongen langzaam dichterbij te zien komen? Plezier? Oh, sadistisch bedoel je. Nee, sorry hoor, maar het is mijn werk. Wij zijn hier gekomen om met hem te praten. En als dat hem is, dan ben ik daar heel blij om. Bespaart ons nog een ritje. Misschien hoef jij in jouw beroep niet aan zulke kleinigheden te denken. Ik vind het ook niet zo beroeps om hier tegen elkaar te zitten snauwen, commissaris. Zullen we daar mee ophouden? Zeg, praat hij nou in zichzelf? Lijkt meer op zingen. Oké, ga je nou op hem af of niet? Voordat we weten of het hem is of niet? Ja. Neem je niet kwalijk, maar ben jij Wim de Visser? Nou, ga de gang. Ik ga wel mee om te luisteren. Goed dan. Neem je niet kwalijk, ben jij Wim de Visser? Ja. Wij zijn van de gemeentepolitie, Wim. Alberts is mijn naam. En dit is mijn collega, mevrouw Land. We wilden jou een paar vragen stellen. Mag dat? Nou, ja hoor. Waarover? Of heb je liever dat we bij je thuis praten?
Nou, maakt mij niks uit. Ik heb geen last van de kou. Dat wil je weten. Ken jij een meisje, Grete van Lemmer? Gree van Lemmer? Nee. Nee, de naam komt me tenminste niet bekend voor. Moet ik haar kennen? Hier is een foto van haar. Nou, ik zou niet kunnen zweren dat ik haar nooit gezien heb, maar... Nee, ik herken haar niet. Ja, sorry, maar kun je even uitleggen wat je bedoelt? Herken je haar nou wel of niet? Nee. Nee, ik herken haar niet. Kijk, wat ik bedoel, dat is dat die Gree op een heleboel meisjes lijkt. Dus misschien heb ik haar wel eens op straat gezien of zo, maar niet dat ik haar ken. Ze zat bij jou op school. Dr. Mekker in college VWO? Weet u dat zeker? Op de MAVO, daar. Oh, die zit in een ander gebouw. In een andere straat in feite. Wij zitten met de HAVO in een ander gebouw. Heb je vrienden op de MAVO? Ja, daar zitten jongens op die ik van de lagere school ken. Ik zie het nooit. Hoe oud ben jij, Wim? Ik ben 17. Op welke lagere school heb je gezeten? Op de Vermeerschool. Hmm, de Vermeerschool. En je kende Grete van Lemmer niet, toevallig, van de Vermeerschool? Zat ze daarop? Ik weet zeker dat ik me haar gezicht niet herinner en de naam ook niet. Ik weet zeker dat ze niet in de klas heeft gezeten. Oh. Nou, als je dat zeker weet, dan zal dat wel zo zijn. Nog iets? Nee, Wim, dat was het. Bedankt hoor. Nou, graag gedaan. Dag meneer, mevrouw. Dag. Dat zal ik verdomd vlug nakijken. En zeg, dat jongetje had zijn zinnen bij elkaar. Heel kalm. Een aardige jongen. Ja, zoals een politiezoon op me afkomt, hij dat allemaal maar toelaat. Zo kalm dat hij ons niet eens vroeg wat er met het meisje gebeurd was. Heel vreemd. Zeer onnatuurlijke afwezigheid van nieuwsgierigheid. Ja, dat is inderdaad zo. Hij was op ons voorbereid. Hij zocht zijn woorden zorgvuldig uit. Hij kon er niet op zweren dat hij haar nooit gezien had, maar hij herkende haar niet. Nou, hij wil biologie gaan studeren, probeerde wetenschappelijk exact te zijn. Dat dacht ik tenminste. Maar hoe zit het dan met zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid? Twee politiemensen in burger spreken hem aan op straat, stellen hem een aantal vragen over een meisje, laten hem een foto zien en hij vraagt geen enkele keer waarom. Wat is er met haar gebeurd? Dat zou toch de natuurlijkste vraag van de wereld zijn? Ja, u hebt gelijk. Heb je wat bedoeld? Het is gewoon een van de fijnste mensen die ik ooit ontmoet heb. Het zou verdomd goed voor het korps zijn als een hoofdcommissaris werd. Wat heet? Minister van Justitie? Maar ja, dat laten we niet gebeuren helaas. Ja, je hebt me overtuigd. Maar de meeste mensen bij de politie zijn helemaal niet zo, hè? Omdat geweld, of in ieder geval de bedreiging van geweld achter ze staat. Nou en? Het is een verantwoord geweld. Gewoon een verantwoord geweld waarvan je probeert zo weinig mogelijk gebruik te maken. Maar ja, afgelopen weekend, toen hebben Martine en ik een jongen op straat opgepikt. Met een vent van de recherche. Nou, dat is een jongen zo groot als jouw auto. Wat had hij gedaan? Ja, die had samen met wat vriendjes had hij een aantal mensen in elkaar geslagen. Beroofd, een oude man en een jongetje. Nou, zo'n jongen komt dan niet direct rustig mee. Want nee, die jongen die weigert eerst. Nou, die recherchekerel die zegt, nou, luister, zorg ervoor dat ik mijn pistool niet hoef te trekken, want het gaat je maanden van je leven kosten. Zegt die man redelijk en vastberaden. Nou, dan verandert zo'n jong van gedachten. Nou, gefeliciteerd. Ja. Maar wie neemt er nou de moeite om erachter te komen waarom zo'n jonge mens in elkaar slaat, hè? Anders blijf je er aan de gang. Dat doen wij op onze afdeling. Zorg Martine voor. Maar ja, als het 20-jarigen betreft, dan kun je ze toch niet als kleine jongens blijven behandelen? Ik heb het over behandelen als mensen. Neem nou de krakers bijvoorbeeld. Neem jij ze maar, daar bemoeien we ons nauwelijks mee. Ik geloof trouwens best dat Martine er sympathie voor heeft. Maar ja, het is ons probleem niet. Ons probleem niet. Nee hoor, nee. Wij oefenen alleen ons beroep maar uit. Bevel is bevel. Ah, jij doet echt je best om mij verkeerd te begrijpen. Eén ding heb ik in ieder geval goed begrepen. Dat je gewoon betoverd bent door die leider van je. Weet je wat ik denk? Nou? Dat je verliefd op haar bent en dat je het zelf niet eens weet. Hoe oud is ze eigenlijk? Een jaar of 20 ouder dan jij? Nee. Zal meer als een soort moedersubstituut zijn. Jezus. Je bent ook geen pestkops, hè? Nou. Overal is iets mis mee bij jou. Ze is trouwens maar 11 jaar ouder dan ik en ze is heel knap om te zien. Oh, dan is het gewoon omdat je je seksueel aangetrokken voelt tot een dominerende vrouw. Nou, het is dan als een gewone seksuele aantrekkingskracht. Nou, dat is het gewoon. Ja, daar sta jij zeker boven. Heb ik ook weer niet gezegd en we hadden het niet over mij. Ja, maar ik wel. Oh,
maar nou gaat u toch weer te ver, meneer. Ja, dat heb je vanochtend ook al gezegd, hè. Kun je niks anders voorzien, hè? Nou, in aanmerking genomen dat ik je pas morgen zou zien, dacht ik niet dat je iets te klagen had, hè? Nou ja, je zei dat je de hele dag moest studeren. Ja, ja, ja. Want toen ik toevallig hier langskwam, dus zat je buiten op de bank te rillen als een gek. Als ik het koud heb, kan ik me nou eenmaal beter concentreren. Maar niet als jij er bent. Dus ik zou het op prijs stellen als je me met rust zou laden. Kan ik tenminste nog wat werken voordat mijn huisgenoten terugkomen. Oh, de mannelijke prostituees. Oh ja, ja, die moeten zich voor hun nachtelijke arbeid opfrissen. Ja, hè? Ja, dacht ik al, ja. Ja. Zeg, vertel eens, zijn ze voor mannen of voor vrouwen? Voor vrouwen natuurlijk. Ja, ook een grappige fantasie. Over dominerende vrouwen gesproken. Ja, maar dat is een grap en die Martine van jou die is echt. Ja. Hoe staat het met jouw huisgenoten? Zijn die echt? Ja, nou ja, zijn vrouwen. Studenten, net zoals ik. Hmm. Nou, dan zou ik ze graag eens ontmoeten. Maar dat is geen grappige fantasie meer, hoor. Dat vind ik zielig. Goed, hoor. Als het je concentratie verpest, ga ik maar. Ja, graag. Ja. Nou, ja, doe dan. Hè? Nou, ik zie je nog niet bewegen. Ga dan naar je Martine toe, die heeft je nodig. Doe dan. Nee, nee hoor. Nee. Nee? Nee. Oh, nou, gelukkig maar. Niets is zo vervelend als iemand nodig hebben. Tenzij het nodig is, natuurlijk. Ja, yes, nog zo'n theorie. Genoeg hoor, tot maar. Wacht even. Ja, wat? Had ik nou net dacht, heb jij zin om morgen te gaan schaatsen? Schaatsen? Schaatsen. IJs. Oh, op het ijs. IJs, ja. Ja. Kun je schaatsen? Nee, dan leer ik het je wel. Nou ja, dat is te gek. Ik moet waarschijnlijk naar een demonstratie. Wat voor demonstratie? Munitietrein. Oh. Komt volgende week, zeggen ze. Dat zal jij wel niet mogen doen, hè? Oh ja hoor, dat mag ik wel doen. Ja? Jazeker. Maar ik heb vrij morgen en ik vind het zonde van de dag. Waar is die demonstratie? Hier in de stad. Ik weet niet hoe laat. En hoe lang duurt het? Dat weet ik ook niet. Trouwens, misschien gaat het wel helemaal niet door. Hmm. Misschien word jij wel opgeroepen om het tegen te houden. Hè? Nee hoor, zit je helemaal naast. Dat is de ME. Ja, die collega's van je ruimtevaart pakken. Ja, genoeg. Tot morgen. Oh, ga maar. Ga alsjeblieft naar je Martineke toe, hè. Als ik die ondeugende trein zie van jou, dan zal ik hem terugsturen, hè. Dan kunnen we die demonstratie meteen overslaan. Oproepen, Joost, de hegelpak slaan. Als het die Linde Visser was, dan moet je eens nagaan wat de jongen nou voelt van binnen. Die dacht dat niemand hem in verband zou brengen met Gray. En daar heb je dan twee agenten die hem vragen stellen. Hij zit thuis bij zijn moeder af te wachten wanneer we weer terugkomen en hoeveel we ervan afweten. Ja, kan ik wel inkomen. Maar het is allemaal nog zo weinig. Als je geen verdachte hebt en dan ineens heb je een naam, dan richt je je verbeeldingskracht op die ene naam. Er is geen echte verbinding met dat meisje. Wat bedoel je, geen echte verbinding? Afgelopen voorjaar was ze verliefd op hem en daarna praten ze er ineens niet meer over. Precies wat er zou gebeuren als ze werkelijk iets met hem begonnen was. Ja, dat wel, maar er is niets dat hem met haar verbindt. De NAVO belt me nog terug over waar ze op de lagere school heeft gezeten. De telefoon werd niet opgenomen bij de ouders. Zou ik ook niet verwachten. Ik heb net foto's van hem gemaakt. Morgen gaan we ermee rond, samen met die van haar. Als ze samen uit zijn geweest, dan vinden we vroeg of laat wel iemand die ze gezien heeft. U had stiekem een foto tussen op hem gericht terwijl we met hem stonden te praten. Wat achterbak zeg. Maar het bespaart wel een hoop tijd. Over een paar minuten zijn ze klaar en kan ik de afdrukken ophalen. Ik vind het hele gedoe nog steeds niet leuk. Ik vind het steeds vervelender. Ik ga naar mijn bureau terug. Ah, blijf vandaag nog even. Kan ieder moment openbreken. Als het die Wim is en je hem de juiste vragen stelt, dan vertelt hij het je allemaal meteen. Dat weet ik zeker. Als ik hem de juiste vragen stel? Ja, heb ik het dan nog niet duidelijk genoeg gezegd? Stel dat ze samen op de lagere school hebben gezeten. Stel dat blijkt dat hij het gedaan heeft. Ja, u vindt het prachtig, maar ik vind het vreselijk treurig. Waarom bent u er zo op gespitst dat ik het doe? Nee, dat is niet zo. Dacht je dat ik het niet treurig vond? Hmm. Twee verlegen kinderen worden verliefd op elkaar. En dan raakt ze nog in verwachting ook. Maar dat mag helemaal niet doorgaan. En zijn hele leven wordt erdoor geruïneerd. Zij zet hem onder druk, hij raakt in paniek en... Zelfs al is het Wim de Visser niet, dan is het een andere jongen die in hetzelfde verhaaltje past. Wie het ook is, die is nu in de hel. En als we hem te pakken krijgen, dan wil ik in ieder geval dat hij menselijk behandeld wordt, zoveel mogelijk. En u en uw hele bureau kunnen dat niet? Dat kunnen we best. Ik kan het best. Maar ik heb liever dat jij het doet. Albert. Ja? Nou, ik dank u zeer voor de moeite, mevrouw. Dag, mevrouw. Gray van Lemmer heeft ook op de Vermeerschool gezeten. Oh. Dat zegt toch niet meteen alles? Wat het wel degelijk zegt, is dat ze elkaar daarvan kenden.
Nou, daar kun je hem niet op pakken. Nee, maar ik wacht tot een of andere vrouw met scherpe ogen tegen me zegt... Oh, die twee, die lagen altijd in de bosjes bij het sportveld te vrijen. Nou, u heeft mij niet meer nodig vandaag. Wij moeten nog onze kinderen verzorgen, terwijl jullie de belangrijke klussen opknappen. Daar heb je gelijk aan. Maar ik zal je op de hoogte houden. Ik weet ook wel dat het niks uitmaakt of ik ga of niet. Eén persoon kan altijd wel gemist worden. Je kan maar net zoveel demonstreren als je wilt, of er nog 10 of 10.000 zijn. Die stomme treinen sturen ze toch wel door. En meer treinen ook als ze willen. Dan zullen die stomme kruisraketten ook best neerzetten hoor. En later denken we hoe het was in de tijd van de Hollandites. We voelen ons een beetje trots. Ik was al stom. Ben je altijd zo hopeloos? Alleen als ik erover nadenk. Jij nog? Ja hoor, soms wel. Ja. Als ik erover nadenk, met onszelf alleen over de gek houden als we denken dat niemand helpen. Maar ja, het is ook zo moeilijk. Maar ja, het is altijd hoor, als ik niet aan het werk ben. Als ik aan het werk ben, dan maak ik me nooit zorgen. Niet op die manier tenminste. En vind je het echt niet erg dat je voor een regering werkt? Huh? Al die corrupte mensen. Maar ik werk niet voor de regering, hoe kom je daar nou bij? Ik werk voor de gemeentepolitie. En bovendien heb ik een fantastische baan. Ja, dat weet ik, dat heb je al verteld. Ik ben hier geboren, ik ben hier getogen. Ik vind die prettig. De politie. Nou in. Een slag mensen dat een sticker op hun auto heeft. Goed dat er politie is, Jezus. Je doet het wel een beetje vreemd, hè? Ik vreemd? Oh, je bent gek. Wat doe je nou eigenlijk? Wat voor werk doe je? Nou, ik studeer. Dacht je dat dat geen werk was of zo? Jawel, soms. Ik heb een hersens. Ja, als je geen hersens had, dan kon je niet studeren. Hè? Nee, maar moet je niet trouwen of kinderen krijgen? Ik moet niks. En kinderen, dat weet ik nog niet. In principe wel. Als ik 35 ben. Uh-huh. Als de wereld erop vooruit gaat. Ja, als je erop wacht tot de wereld erop vooruit gaat, dan krijg jij dus geen kinderen. Terwijl jij volgens mij van plan bent een hele massa kleine politiemannetjes op de wereld te zetten, hè? Nee hoor. Mijn plannen zijn nogal vaag in die richting. Oh, nou. De mijne ook dus. Nou, dan hebben we iets gemeen, hè, voor de verandering. Wil je een kopje koffie misschien? Een bakje of zo? Dank je zeer. Ik eet geen verbak. Oh. Hey, heb je zin om in de richting van de grote markt te wandelen? Hm? Ik wil er wel eens even zien hoeveel mensen erop komen dagen, oké? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Zeg, hoe komt het eigenlijk dat het door de week een demonstratie is? Zaterdag niet beter? Dat zou het zeker zijn, ja. Maar zaterdag is het kerstmis, mag het niet. Ja, verdomd, ja. Ja, zelfs met een linkse gemeenteraad is dat zo, hoor. Zeg, wanneer komt die trein? De krant staat volgende week. Nou, god, er zijn landen waar ze in plaats van alleen maar redenvoeringen houden, zo'n trein zouden gijzelen of opblazen. Zo niet de bedaarde Nederlanders. Nou, hoera dan voor de bedaarde Nederlanders. Plegen tenminste niet zoveel moorden. Wordt allemaal verdrukt. Fantasieën omgezet. Nou, ik heb liever dat iemand erover fantaseert om me te vermoorden dan dat ik vermoord word. Wat voor soort fantasieën houden politieagenten er eigenlijk op na? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk maar één enkele politieagent. Hè? En wat voor soort heb jij dan? Behalve de normale bedoel ik dan, hè? Ja, wat is normaal? Jij weet er trouwens alles van, zou ik zo zeggen. Nou, ik neem aan dat de meeste mannen de dag niet door kunnen komen zonder dat enorme brok egoïsme. God, als je bedenkt wat die op hun geweten moeten hebben. Goed? Ga verder, ga verder. Ik vind het heerlijk om al die hoogdravende bullshit van jou te luisteren. Ga door. Politiecomplex, hè? Huh? Haat voor intelligentie. Ik ben alleen maar voor intelligentie wanneer er iets mee gedaan wordt. Hè? Beter dan rondzuizen in cirkels. Oh, dat heb je vast nergens gelezen. Wat? Nou, dat heb je niet verzonnen net. Intelligentie die in cirkels rondzuigt, zo zei ik toch? Zeker wel. Zo. Oh, dan ben je misschien wel een primitieve volksdichter. Zeg, niet hoe ben je dat wandelen, maar ik zie niks dat op een demonstratie lijkt. Jij misschien? Mijn god. Daar tegenover de drie gezusters. Huh? Is dat alles? Ja. Zullen we ze gaan tellen? Ja, mevrouw Elting, u spreekt met Land van Kinderpolitie. Ja, ik zou graag met Melanie willen spreken. Nee hoor, nee, ze zit niet in de problemen, maar ik moet haar wat vertellen. Is haar moeder alweer thuis? Oh, skiën. Nou, in de krant staat dat ze er prachtig weer voor is.
Wilt u haar alsjeblieft vragen om mij te bellen zodra ze thuis komt, Melanie? Nee, nee, ik kan u verzekeren dat ze niets heeft uitgesproken. Nee, ik denk dat het beter is als ik het haar vertel, maar dank u wel. Ja, dag mevrouw. Ah, je bent terug. Ja hoor. Wat heb je daar in hemelsnaam? Een dubbele slagroomsoes. Nou, dan kan je beter nog een half uurtje vrij voor nemen om dat ding op te eten. Nee, 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 deze is voor jou, ik heb termijn al op. Ja, hoe ben je erachter gekomen dat ik op dieet ben? Geen idee. Het wordt er niet lekkerder op als je oud wordt. Delen? Nee, nee, ik kan niet meer. Doe nou maar. Haal er een kop koffie bij. Neem het mee naar je kantoortje. Dank je. Oh, maar ik ga het niet onteren met de gemeentepolitiekoffie. Brave meid. Doe nou de deur maar dicht. Niemand die het te weten komt. Dat zweer ik je. ~800 calorieën, zoiets. Nou ja. Mm. Lekker. Gerrit. Jeugdzaken met Lan. Ja, commissaris. Oké, Joris. Heeft hij echt... Nou, ik vind het moeilijk te geloven. Ik heb gisteren geen woord tegen hem gezegd. Nee, ik geloof dat jij het tegen hem hebt gezegd. Nee, nee, daar ben ik niet mee eens. Nee, nee, dat geloof ik niet. Ja, ja, goed. We zien wel. Dag. Niet dat je hem nou al op hebt. Nee, nee, Albert belde net. Ja? Die jongen die we gisteren even hebben gesproken, ja, ik niet hoor, maar Albert, heeft opgebeld en zei dat hij zich vergist had. Dat hij Gerard maar toch herkende en dat hij erover wil komen praten. Mm-hmm. En? Nou, Albert heeft tegen hem gezegd dat hij met mij moet praten. Nou, dat moet je dan maar doen. Ik heb tegen Albert gezegd dat ik er niet meer aan wil werken, Geert. Dat heb ik hem heel duidelijk gezegd. Hij probeert mij te gebruiken als een soort, nou ja, aas, aardige dame. Als hij dat doet, dan is dat alleen maar omdat hij denkt dat het jou beter af zal gaan. Het is niet iemand die roem zomaar aan zijn neus voorbij laat gaan. Daar houdt hij te veel van. Albert zegt dat hij vindt dat we tegenover de jongen net moeten doen alsof we hem niet verdenken. Om hem van zijn stuk te brengen. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, maar dat is een val zetten. Nee, dat is het niet. Niet bij de wet. Ja, sorry hoor, maar... Oh, hallo. Dag. Ja, meneer Albert heeft me net gebeld. Ja, hij heeft tegen me gezegd dat ik met u moest praten. Hij heeft het druk. Oh, weet je waar hij het druk mee heeft? Ja, daarom... Nou, toen ik het in de krant zag gisteravond, hè, toen dacht ik dat ik u moest bellen en... Ja, ja, dat heeft commissaris Albert me verteld. Nou, oké. Okay. Kom maar mee naar mijn kantoortje. Ja. Doe maar, sta de stoel. Ga maar zitten. Zal ik een andere keer terugkomen? Nee, ga zitten. En vertel me waarom je gekomen bent. In dit 7e deel van Bureau Jeugdzaken, een hoorspelserie van James Lee, die werd vertaald door Ria Lee Lohuizen, werd Martine Land gespeeld door Gerry Mantel, Roelof Jan Sikkens door Olaf Wijnands, een jongen door Bert Stegeman en Ineke Faber door Maria Lindes. Peter Arians speelde Geert Dauma, Sakko van der Made, hoofdcommissaris Blok, Maya Gamal, Anouk, Joris Alberts werd gespeeld door Paul van der Lek, Teuntje door Angelique de Boer, mevrouw Visser door Elisabeth Versluis en Wim Visser door Marcel Maas. De regie had Ad Lupper.